tegengekomen? Nou, toevallig. Ik ga altijd met de fiets en openbaar vervoer. Sportiever en meestal ook sneller. Je kunt lekker werken in de trein. Maurits is voor mij een groot voorbeeld, omdat hij al meer dan 30 jaar milieu en duurzaamheid op de kaart zet in Nederland. En daar heel veel activiteiten voor ontplooit. Hij is onder andere degene die El Gore naar Nederland heeft gehaald. En hij laat zien dat ondernemen en goed doen, dat je dat heel goed met elkaar kunt verbinden en dat je daar heel succesvol mee kunt zijn. Nou, dus jij gaat niet zozeer voor de winst in eerste instantie, maar voor de impact. Maar hoe doe je dat nou? Nou, ik probeer duurzaamheid op twee manieren in te vullen. Duurzaamheid op een manier dat je zelfs binnen deze economie ook economisch goed kunt draaien. Mm-hmm. Terwijl duurzaamheid eigenlijk vaak een bal als een been krijgt, omdat er ten nadele van duurzame bedrijven en producten gericht wordt, regelgeving. Maar tegelijkertijd moet je, om dat te kunnen doen, moet je dus winst maken. Maar zodanig bescheiden dat nadruk ligt op de impact van de dingen die je doet. En hoe krijg je andere bedrijven nou zover dat ze dat ook gaan inzien, hè? Dat ze dat ook gaan doen? Nou, wat ik vaak probeer is om ze een klein beetje afstand te laten nemen van hun eigen bedrijvigheid. En eigenlijk op een nieuwe manier te laten kijken naar de functie die ze eigenlijk vervullen. En te kijken of dat ook op een hele andere manier mogelijk is. Hè? Ja, jij bent voor mij een voorbeeld, maar jij zal ongetwijfeld zelf ook een voorbeeld hebben, denk ik. Met wie zou jij nou niet in buurt willen hebben? Of heb jij al die mensen al ontmoet? Ik veel bewondering voor Gro-Harlem Brundtland, oud-premier van Noorwegen, premierminister van Noorwegen. Vooral bekend geworden door het Brundtland-rapport, Our Common Future. Waarin ze erin geslaagd is om de milieuproblematiek en de ontwikkelingsproblematiek te combineren. Noord, Zuid, Oost en West. En dat hoog op de maatschappelijke en politieke agenda te krijgen. Maurits, heb jij nog tips van mensen die jij heel graag in ons blad terug zou willen zien? Nou, op wereldniveau zou ik zeggen Imre Lovins, dé energiedeskundige van de wereld, zou ik willen zeggen. Lester Brown, die man die alles weet van energie, water, voeding, nou, noem het maar op. Echt een eminent geleerde. 73, maar ongelooflijk vitaal nog. En in Nederland zou ik zeggen Hennis de Ridder, professor dokter ingenieur Hennis de Ridder, die alles weet van de bouw. Erin gaat slagen, dat doet hij nu ook al, om de bouw de helft zoveel energie te laten gebruiken en veel winstgevender te maken en bovendien veel comfortabeler voor de bewoners.